Ik ben smart en sexy. En een vrouw. En ik hou ervan om mensen in beweging te krijgen en te laten ervaren dat ze leuk zijn. Dat ze de moeite waard zijn, dat er heel veel in ze zit. En dat doe ik op allerlei verschillende manieren door erover te vertellen, maar nog beter door iemand te laten ervaren. Dus door workshops, trainingen, bloggen, op allerlei manieren. En zowel voor bedrijven als gewoon voor mensen. Ik heb gestudeerd aan de Academie voor Kleinkunst. En toen ik daarop wilde, moest ik een jaar selectie doen. En ik wist echt helemaal niets. Ik had al eens een voorstelling gezien van Tineke Schouten. En ik sprak plat Amsterdams, want ik kom echt uit de Jordaan, uit Amsterdam. En ik had op dat moment een vriend die was miljonair en die had mij ook nog eens heel mooi aangekleed, een heel mooi pak. Dus ik was echt de kluts kwijt en ik ging auditie doen. En blijkbaar heeft de commissie, de jury zeg maar, iets in mij gezien. Het talent dat van dat meisje moet hier op school. Want dat is gelukt. Ze hebben me aangenomen. En toen vond ik dat eigenlijk heel normaal. Want ik wist niet beter dan dat ik op die school wilde. Maar ik zit nu zelf in de auditiecommissie. En ik kijk zelf altijd naar de nieuwe, ja, hoe zeg je, de nieuwe lichting. De mensen die op school willen komen. En nu weet ik hoe moeilijk dat eigenlijk is om er doorheen te kijken. Om echt door al je aannames en oordelen heen te kijken. En echt naar iemands talent te kijken en mogelijkheden. Maar dat is wel iets wat me altijd heeft gefascineerd. Sinds ik dat dus zelf heb meegemaakt. Om echt te kijken naar in iemand. Wat zit er in iemand? Wat kan iemand? En dat is vaak zoveel meer dan je in eerste instantie denkt. En dat heb ik er wel van geleerd. Wat ik wil in 2014, en dat gaat volgens mij ook lukken ook, is dat er meer liefde is. Dat meer mensen geloof in zichzelf en meer zien in de ander en het meer gebeurt, meer verbinding is. En beginnend bij de vrouwen, waarvan ik denk dat de vrouw, als vrouwen meer smart en sexy zijn, als ze meer geloven in liefde en dat ze iets te geven hebben en te delen met een ander, door gewoon te lachen en te stralen en mooi te zijn en anderen mooi te vinden, dat er dan veel meer gaat gebeuren en dat er veel meer mogelijk is. En volgens mij gaat het heel snel, die ontwikkeling nu. En ik ben heel blij dat ik daar iets in kan bijdragen.